Hallo en welkom bij deze nieuwe video, het tweede deel van de sprint mode. En ik ga het ietsje anders doen als de vorige keer, want de vorige keer was het ja, 3 races, gewoon de hele race. En ja, ik faalde een beetje en het duurde een beetje lang, dus ik denk het is misschien een beetje saai voor jullie om naar te kijken op die manier. Dus ik dacht ik ga het gewoon anders doen, ik doe gewoon een paar races en daaruit haal ik dan gewoon de highlights. En nou ja, kijken wat het zal worden. Het duurt op die manier ietsje korter, waardoor je misschien ietsje makkelijker kan blijven kijken. Dus de eerste race is in Brazilië op Sao Paulo met Oesti op pole position. Zoals je hier ziet in de Lotus. Dat is iemand waarmee ik wel vaker online race. In F1 2013 en ook in andere delen. Maar de lichten zijn uit en we zijn dus nu weg. Ik spreek dit achteraf in. Dat heb je waarschijnlijk wel gemerkt. Maar we hebben een goede start, beter dan Oesti. En we zijn als eerst, gaan we de eerste bocht door. En we snijden de bocht mooi af. Maar Oesti die kruipt daar dan weer onderdoor. En die heeft nu de binnenkant. En Oesti heeft dus weer de leiding teruggepakt. Dus dat is alvast een mooi begin van de race. En dan gaan we kijken om de leiding natuurlijk weer zo snel mogelijk terug te krijgen. Want we willen niet dat hij wegrijdt en wij dus geen kans meer hebben om te winnen. We willen deze race winnen zoals in elke andere race. En dus we gaan, ik ga heel agressief kijken om in te halen. En hier zie je, hij gaat verdedigend aan de binnenkant, waardoor wij iets beter de eerste bocht ingaan. Maar Oesti houdt toch de leiding nog steeds. En ja, we gaan dus gewoon nogmaals kijken om zo snel mogelijk in te halen. We komen daar heel erg dichtbij. Hij gaat weer verdedigend aan de binnenkant. Hij verdedigt goed. We moeten wel echt moeite doen om er langs te gaan. En zo zie je hier de tweede ronde op het rechte stuk. We hebben slipstream. Kunnen we misschien uit de slipstream de leiding pakken? We zitten nu in de laatste ronde. Dus we moeten nu wel haast maken. We kijken misschien naar de binnenkant. Nee, flikken naar de rechterkant. En Eos die blokkeert ons. Weer een poging mislukt. En nu rijdt Eos die ook nog van ons weg. En we gaan dus nu. Oes die zet de snelste ronde van 1.15.4. En wij hebben een 1.15.5. Dus OST is ietsje sneller dan wij als we heel erg schommelend over het circuit heen gaan om hem af te leiden. We zijn nog steeds heel erg dichtbij. Het is de laatste ronde. Kunnen we misschien nog de leiding pakken? Het gaat heel close worden bij de finish als we hem daar heel klein beetje zijn achterkant van zijn auto aanraken. Hij gaat weer verdedigend. En nu alweer, hij blokkeert ons heel goed. Heel erg goed gereden daarvan. OST, kijk hier. We kijken aan de binnenkant en hij lokt zijn wielen. Hij blokkeert zijn wielen en blijft aan in de verdedigende lijn. En hij houdt de leiding. Kunnen we misschien nog in de allerlaatste bocht aan de binnenkant? Nee, dat kunnen we niet. En ik spoel hier alvast door naar het einde van de race. We finishen als tweede. Maar ja, we hebben nog meer races te gaan. En ik stuurde hem hier even een berichtje om hem duidelijk te maken dat hij nu in een YouTube-video staat. Maar we krijgen nu Silverstone volgens mij. Ja, Silverstone. En dat is een circuit. Het ligt mij heel erg goed. En ik heb er vaak gereden, vaak geoefend. Dus misschien dat we daar wel kunnen winnen. Je zal het zo zien als ik dit bericht nu klaar heb. En dat is nu het geval. Dus nu zijn we op Silverstone. Ja. Hier, de grid. We starten als tweede. Waar staat OST? Start die wel op pole position? Ja, OST staat alweer op pole position. Alweer in een Lotus. Kijken wat we in deze race kunnen doen. De 5 lichten gaan uit. Als ze uit zijn, zijn we weg. En we zijn nu weg. Kijken of we een goede start kunnen hebben. Net als in Brazilië. Ja, maar OST heeft ook een goede start. En OST houdt de leiding en komt een Mercedes. We gaan 3 wijd en ze spinnen. En ze veranderen in ghost cars. Als dat niet was gebeurd, dan waren we echt helemaal naar de galerie daar. Maar nu is het dus Tita Pessa of zoiets. Die de leiding pakt. En hij ziet er heel erg kwetsbaar uit. En heel snel. Dus we moeten snel in aanval gaan als we nog een kans willen hebben om deze race te winnen. Want kijk, zoals je nu al ziet, hij rijdt nu al weg. Dus ja, vanaf dit moment probeer ik zo hard als ik kan te pushen. En zoals je hier ziet, ik kijk aan de binnenkant. Maar ja, ik rem eerder, omdat anders was ik waarschijnlijk in een sandwich daar en was ik geswind. Maar misschien dat we met een
goede exit uit Maggots and Baggage misschien. Dat we daar op het rechte stuk er misschien langs kunnen gaan. Want dat is altijd wel het gedeelte van het circuit waar ik snel ben. Hier zien we kops. Ik ga een beetje wijd. Maar we hebben even goed meer snelheid. Als we in Maggots and Baggage zitten. We proberen weer in de binnenkant. Maar ik rem weer iets eerder om ja eigenlijk de tweede gedeelte van Baggett om daar iets een betere exit uit te hebben. En dat werkt ook, alleen het blokkeert ons. Waardoor we nu iets wel, ja, we gaan er langs. Ik flik daar naar de rechterkant om, ja, verdedigend te laten gaan en af te leiden. Maar dat werkte niet. En zoals je hier ziet, hij heeft klein gaasje geslagen. Maar we proberen weer, net als in de eerste ronde, om hier dichterbij te komen met een goede exit uit Baggett. En dat lukt, zoals je ziet. We hebben meer pace als we op dit rechte stuk komen. Maar zoals je ziet, de Caterham, het is niet echt bepaald een hele snelle auto. We zitten in de slipstream, maar we komen niet echt dichterbij. Als we hem daar raken aan de achterkant en hij crasht in, we krijgen er een penalty voor. Dus ik moet er maar mee doen nog één ronde te gaan. Het is, ja, je kan het ermee eens zijn, je kan het ermee oneens zijn. Maar op zich was het wel terecht, omdat hij natuurlijk heel veel posities daardoor heeft verloren. En zoals je ziet, ik kijk op de racetrack door heel snel of ik de enige ben met een penalty. En dat is zo. Ik ben de enige met een 10 seconden penalty. Dus dat betekent dat we sowieso niet eerst gaan finishen. We komen als eerste over de lijn. En ja, zoals je ziet, we zijn al tweede, waarschijnlijk ook nog derde. Als die, we zijn derde. Misschien dat Aosti nog ons kan pakken. Ik denk het niet, want hij is gewoon te ver weg. Ja, dit zijn, ja, zie je, hij was te ver weg. Dus we pakken de derde plaats. En ja, ik ga nog gewoon, ja, wat zal ik doen? Zal ik nog één race doen of niet? Want ik heb nog races gespeeld, maar ik weet niet of het dan, dat de video dan te lang gaat duren. Ja, ik ga het gewoon hierbij stoppen. Dus de volgende races die komen in een andere video. Ik denk dat ik gewoon 2 of 3 races per video ga doen. Laat me gewoon even weten in de comments of zoiets hoe jij het wil zien. Maar dat was dus deze video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Beter dan de vorige keer. Ikzelf denk ik wel. Dus dan zie ik jullie denk ik weer in het volgende deel van de Spring Mode.